later ook bij een ploeg komen, like de Red Flames. Ik heet Rafi, ik ben 9 jaar en wij spelen bij SK Eerna. Het is hier superleuk in de Love voetbalclub. Want het is met allemaal meisjes. En het is een toernooi, dus je kan veel goals maken. Ik begon eigenlijk met dansen, maar ik vond het maar helemaal niets. Dus ik begon voetbal en plots vond ik dat superleuk en ik ben blijven doorgaan tot nu. Ik ben beginnen voetballen door mijn broer en ik wilde ook iets proberen en ik vond dat heel leuk. Normaal denken de meeste mensen dat voetbal niet voor meisjes is, maar dat is wel zo. Dat is niet alleen voor jongens, maar ook voor meisjes. Ja, ik herken me daar zeker in. Als ik zo klein was, dan was ik ook altijd enthousiast om te voetballen. Alleen, dat was nog niet zo bekend, het vrouwenvoetbal. We zaten met een 15-tal meisjes in de jongenscompetitie, dus dat was helemaal niet zo bekend. En als je nu ziet wat voor een infrastructuur en wat voor een omkadering dat er is voor die meisjes om hier in de Love Voetbal Cup allemaal samen te mogen voetballen, is geweldig. Heel veel plezier hebben. Ik denk dat het allerbelangrijkste is om gewoon je te amuseren en dat dan de rest vanzelf komt. Het leuke is dat meisjes die komen voetballen, die zijn extra gemotiveerd. Ja, ik geef ook wel training aan jongens. Ik moet zeggen, aan de meisjes moet je nooit vragen om extra inzet te geven. Die zijn altijd gemotiveerd. Ja, de Love Voetbal Cup is zeker belangrijk voor meisjesvoetbal. Ook de meisjes om samen met meisjes tegen meisjes te spelen. Meestal zijn ze toch in de minderheid in de voetbalclubs. En dan is dat wel eens fijn om te zien, ik ben niet de enige die dat jij graag doet. En dan motiveert hen nog meer om ervoor te gaan en zich in te zetten. Ja, ik vind het echt een goede organisatie. Super tof voor alle meisjes die voetballen. Dus ik vind het belangrijk dat meisjesvoetbal in de kijker wordt gebracht. Ik lees heel vaak in mijn reacties dat er meisjes zijn die niet durven voetballen. Doordat jongens altijd zeggen van het is een jongensport. Maar ik vind, doe gewoon wat je wil doen. En luister niet naar de rest en haar gewoon voor. Doe mee!